kan nog. 57-30 voor de medaille. Het wordt. Ja, de medaille van Woest. Al 16 jaar zitten wij Brabanders nagelbijtend en met buikpijn voor de tv te bidden, te schreeuwen, te juichen. Zoals die eerste keer, 2006, Turijn, in het Goorlense café Het Vust. Echt meer dan fantastisch! Tweede medaille voor Goorlen, voor iedereen! En kan het Brabantser? Dat jaar werd ze op carnavalsdinsdag gehuldigd. Na de rondrit op de carnavalswagen van Prins Nauten I begon de huldiging van schaatser Irene Wüst en bobsleer Jeannette Pennings en Kitty van Haperen. Bij de slager woeste worst, bij de bakker woeste broodjes en Irene gebak. Je kan het allemaal niet verzinnen. En bij iedereen van ons het gesprek van de dag. Alsjeblieft. Heel mijn hart staat open voor jou. Na Vancouver, weer een vol plein en weer een bekende zanger. Wauw, wat is dit mooi. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet verwacht had dat er weer zoveel mensen zouden komen. En het maakt me echt trots dat ik in Goorlen ben geboren en dat ik een Goorlenaar ben. Ik zal er nog één keer doen en dan nog iets harder komen. Ja. En 4 jaar geleden, weer medailles en weer carnaval. Ja, ik ben heel erg trots eigenlijk dat ik hier geboren ben en dat ik dit... Ja, ze hebben gewoon een Irene Holland huis gehad tijdens de Spelen. Hoe gek kun je het maken? Dus het was wel echt heel bijzonder. En dit jaar weer een vol Oranjeplein. Ballonnen. We krijgen nog 1 kans om te laten zien hoe trots wij zijn op de succesvolste Nederlandse deelnemer aan de Olympische Spelen in de geschiedenis ooit.